kijkers van Game Jammer Job. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag doen we niet zomaar via. Ik ga het even terug van het uit te zetten, want dan horen jullie mij niet. Dan hoor ik jullie niet altijd een beetje inpakt. Dus moet twee keer hoor. Dan hoor ik eigenlijk wat ik zeg en dan hoor ik ook nog extra dubbel, maar dat maakt het even. Gaan we er niet om. Vandaag is weer video 15 en vandaag gaan we weer een pep op nu. En nu stuk weer dat meer dan vorige keer. De vorige keer hadden we maar iets van 200k. En nu hebben we 700k, maar als ze gewoon. Het is niet 700k, het is naar vorige kant 300k of 700k. Boeien, als jullie zien, het is geen 700k, maar 667.081. En dat komt omdat EA heeft er gewoon een keer, zeg maar, dat noem ik, FIFA BTW er afgehaald. Heb je zeg maar coins afgehaald, dat EA wil eigenlijk liever dat je FIFA punten koopt of FIFA coins van iemand die dat verkoopt op internet en zo. Want eigenlijk is FIFA coins kopen eigenlijk illegaal. Maar dat doen heel veel mensen, maar dan wordt het toch nog wat afgehaald. Want iedereen vindt het, denk ik, zielig om al die coins af te halen, terwijl het wel gekocht is. Maar ze halen altijd 5% van FIFA coins die je koopt bij mij, bij FIFA eraf. Misschien ook bij anderen, maar ik geloof niet bij allemaal. Maar diegenen die zijn misschien wel wat duurder dan. Ik heb goed nieuws. Er zijn vandaag 25k pakketten gratis premium pakketten. Het leek me goed weer. Ik krijg er 3 van de 10 uit. 3 van de 10 zeldzaam. Dat is heel gek, want je krijgt er 4 uit. En hier krijg je hetzelfde, maar dan geen. Ik krijg ook een andere ding. Ik krijg er 4. Dit is beter, dus hier krijg je allemaal goede spares hopelijk. Voor de rest hebben we gewoon normale pakketten en geen bijzondere. Ik ben blij dat we deze hebben. En ik mag er 5 over, dus we gaan hopen krijgen we goede pack luck. En hopelijk kunnen we wat leuks op goede speler pakken. En ik ga ervoor. Er zijn 25k pakketten met 7.000, geen 700.000. Ik noem het wel 700k pack opening. Dus ja, hopelijk gaan we het leuk pakken en ik heb er heel veel zin in. Laten we maar eens beginnen, zou ik zeggen. Oké, let's go! Eerste pack. Geef je punten, want die hebben we niet gehaald. Oké, let's go. We gaan hier 25k. Kom op, wat krijgen we? Ik leg alleen bij mijn controle op de grond. Als jullie horen. En we krijgen. Oh, nou niet slecht, maar ook niet zo'n hele goede pack. Gerard. Eigenlijk een beetje bullshit. Maar Gerard is gewoon wel een beetje prima. Dus het gaat dan nog wel. Prima pack. Gerard van niet een goede speler. En ik zeg please. En we krijgen. Oh, ja, weer een speler van 82 gerated. Howard, de keeper met mijn man en man op de baard. Hij is ook wel niet. Oké, maar ik had deze gast gekocht. Nee, ik heb het niet. Oh ja, we hebben even 82. Het is niet heel goed, maar ook niet. Ja, maar waarvan je zegt, oh, die is echt heel slecht of zo. Maar ook niet echt. Ik zeg, het is niet echt iets wat. Het is niet echt iets wat we eigenlijk wel hebben. Dus we gaan. Ja, het is prima, ik ga het weer op. Daar gaat het werken. En we krijgen hieruit Clichy. Nou, dat is niet wat ik al aan kan opwachten. 4, 5, 6, 7, 4. En we krijgen een skip. En we hebben. Bullshit. Skip. En we hebben. We worden gewoon echt helemaal ziek van. Echt serieus. Ik heb weer helemaal niks. Weer niks. Wat krijgen we? Oké, ik ga denk ik eerst dan. Ik heb wel een heel veel pakketten over. Ik heb gewoon een loop met 77 pakketten te openen. Oké, nou eerst een zilverpakketje. Hopelijk krijgen we een zilveren speler. Ja, ik kan het zelf geloven dat ik een zilverpakket kan krijgen. Want we zien een inform of zo. En we krijgen niks. Ja, ik wist het, maar we hebben wel zeldzaam. En nee, leuk. Dus anders hebben we ons Nederlands zien. Nu kunnen we die. Oh, nee, Fox van Fox Sport en van Fox de Tender. Lol. Maar we hebben een leuke speler van het Nederlands team gekregen. Voor hoeven. Die kunnen we misschien nog wel gebruiken als we een single moeten maken. Of gewoon een. Hoe is dat? En ja, van de Nederlands team kan ik nog eens verpast komen. Laatst, en hopelijk krijgen we dan de goede peler in de laatste 25k. En in dit pakket krijgen we De Jong. Ja, niet zo. Dat is logisch, want in 2500k krijgen we heel vaak helemaal geen ene shit. We krijgen helemaal niks uit, maar nu krijgen we De Jong. Oh, ook leuk voor Nederland te zien. Als we dat ooit gaan maken, ik denk het wel. Maar moet ik toch op nadenken. EA, bezorg het mij! Als je zo aardig bent, doe het dan! Ik ben wel blij mee, ook al is het niet heel veel waard en ook al is het niet super duper goed, maar
met een speler kan ik wel aangaan, want ik kan, ja, hij is best wel goed. 83 meter is in ieder geval niet slecht. Dus ik kan wel wat mee. Hij is, ja, pak het in 83, één hoger dan we net als hoogspeler van 82 meter die we gekregen hadden nu. 83 meter niet in de vooruitrang. Ja, dat maakt ook niks uit. We gaan weer pack openen. Oké, Rakitic. Nou, tevreden mee, want het is best wel prima speler en ik kan er wel wat mee. Dus er gaat er niks uit. En nu krijgen we... Ja, niks inderdaad. Nou, ik word echt weg ermee. Ik vind het echt niet leuk hoor. Gewoon, ik heb gewoon nu, niet hoeveel, ik heb al, hoeveel was het nou? Ik heb al 200k gespeeld en ik heb als hoogspeler Rakitic gekregen. Nou, dat vind ik echt bizar. Echt bizar. Nou, nog een pakketje, dan ga ik zo'n 5k, dan krijg je nog minder uit. Dus ik krijg je er al best goed uit. En ik krijg nu ook niks. Zo. So, nee. Hé, hey, een stilspeler. Misschien is het leuk voor een boot. Doe een shells die wij kunnen krijgen. Het is al lang afgelopen van de filosofie. Massie, die van hoog overheid het zilver. En dan is het goed voor een zilver. En we krijgen ook, nou ja, zilver. Ik vind dat leuk als ik zilver krijg, wat ik ook zeldzaam krijg. Want zeldzaam zilver is dat voor de categorie zilver is dat wel goed dan. Op, dus er kan ook nog wat leuks van komen. Nou, 460k nog. Hopelijk krijgen we daar een speler uit. Ik wil echt een hele goede speler. Nou, ja, ik voel gewoon echt een goede speler. Anders dan heb ik weer, een beetje van niks gehoopt. Maar ik vind het leuk om pack te openen. En ik hoop ook dat jullie het leuk vinden om naar mijn video's te kijken. En dan naar mijn pack openings te kijken. Want ja, ik hoop ook dat jullie het leuk vinden. En ja, ik doe het vooral voor mezelf. Maar ik doe het ook een beetje voor jullie. Want ik vind het wel leuk dat ik het ook overdraag. En ik zit ook wel, is het misschien een beetje... Dat ik mijn geld weggooi, ik vind het niet erg, maar ik vind het leuk om te doen. Ja, en ik hoop altijd om een goede speler, maar als ik het niet krijg, dan krijg ik het een keertje niet. We moeten gewoon vragen om een pack te openen en dan krijg je wel een speler uiteindelijk. We gaan aanwezen. Oké, geef mij. Wij willen één van deze allemaal. Wij willen deze. Die. Of wij willen deze. Nou, nu weet je, waarom doe ik dit? Dat is echt kinderachtig dit. Maar nu weet IE volgens mij, nou, dat zij één van die informers willen. Dus hopelijk gaat IE dat ook geven. IE weet dat niet, maar misschien kan IE de toekomst, die kan IE door een glazen bol naar mij kijken. En dat hij aanweet welke ik wil. Dan gaat hij het me geven, ik denk het niet. Maar misschien kan hij dat, misschien krijgen we gewoon... Gewoon toeval, zo'n inform. Ik hoop het wel. We gaan het pakket nu openen. En dan gaan we zien of we een inform van IE krijgen. En we krijgen... Geen inform, hè. Ik heb mij al niks gegeven. En... Pavan, hey, de 83 hoogste speler. Nu even hoog of die Rakitic. Die staat nu alweer als hoogste speler. De 83, nou, niet... Ja, nou, niet slecht van open, dus. Wel handig. Maar ja, weer geen super hoog rate speler. Daar word ik wel een beetje gek van. Geef mij wat. Oh, Simotic. Dat is een beetje nice. Niet echt zo indrukwekkend. Maar ja, wel weer een pers van 82. Ik krijg alleen maar pers van 82. 83. Dus niet echt veel. Niet echt heel hoog. Maar ja, het valt eigenlijk te doen. En ja, ik moet ervan leven. Want ik krijg nooit echt heel super veel pers. Dus ik moet hiervan eerst pers die we dan krijgen. En die een beetje goed heeft. Moet ik van leven. Dus ik ga het ook nog een keer. Hij is wel handig en ook wel prima ver. Dat is de andere die ik heb gekregen. Miss pack ook niet. We krijgen! Niks. Ik heb een kamer bedje. En, oh yes! Dat was echt nog. Dit is wel een beetje nice. Een beetje, maar ik vind het wel een beetje nice. Ook al is het overigens niet jullie wat. Ik heb wel goed aan Rakitic. Nou, ik heb hem net gekregen en nu heb ik hem in de pack dubbel gekregen. Want ik heb Rakitic dubbel. Die mag naar de. Hij mag naar de transferlijst. Joem! Weet je wat? Ik ga gewoon een beetje dat ik dat kan. Ik ga gewoon de transferlijst. Naar de transferlijst en dan ga ik ook de transferlijst aan deze wil hebben. Ik dacht dat jullie al vroeger gaan een robber opzoeken. We gaan Arjen robber opzoeken. En zo, Nederland. En nee, niet. Zo, hier. Ik wens hem aan. Deze speler, Arjen Robben, wil ik graag hebben.
hopelijk geeft hij dit met mij, deze speler. Ik denk het niet. Ik heb deze speler uitgezocht en hopelijk heb ik het idee. Dat is echt een heel erg dom manier om dus je hoopt om zoiets goeds te krijgen. Ja, dat heb ik er zo een keer van. Het gaat om. Ik heb vaker gezegd dat ik vind het leuk om grappig of gek om te doen. En gewoon best wel gek, maar dat ik vind het leuk om te gek. Ja, ook het geeft via mij deze speler of andere goede speler. Dus daarom blijf het. Laat wij nu deze speler zien en hopelijk heb je het dan niet gezien. Maar IE heeft het dan niet gezien, maar alsnog hopelijk krijgen we een goede speler of die speler, Arjen Robben, en met de spelers pakken. Oké, en ja! Wie is dan echt gezinnen? Ook als ik de speler heb en ze worden een beetje vrolijk van. Niet heel erg vrolijk. Dan krijgen we weer! En ben je die het niet had verwijderd. Kijk nou! John Terry, hij is heel slow, maar dat maakt niet uit. Oké, als we dan een beetje een leuke speler hebben, dan krijgt IE weer een verder van 83. Hij krijgt elke speler van 83 als maximale hoogte. IE wil het gewoon niet hoger. IE wil het gewoon niet uitgeven. IE denkt van, Jorp, die mag er niet hoger dan 83, want dat gunnen wij hem niet. Hij mag nooit. Hij heeft één keer een humor, maar dat vind ik wel genoeg voor zijn carrière. Wanneer hij FIFA speelt, hij mag gewoon nooit hoger halen. Nou, dat vind ik echt helemaal niet aardig van IE. En mensen, hopelijk krijgen we nu wel wat. Want ik denk niet, IE gaat niet hoger geven dan 83. Misschien als we geluk hebben. Nee, hij geeft alleen een ruiter van. Nee, ook wel handig voor ons. Nee, als team zeg ik, elke Nederlandse fan neem ik op. Want die kunnen gewoon altijd wel gebruiken voor een soort Nederlandse elftal. Niet helemaal, want niet elke fan van Nederland is. Die zit in de Nederlandse elftal. Maar wel gewoon, gewoon leuk voor ons. Voor een team voor gewoon allemaal nationaliteiten hetzelfde. Oké, ik ben een beetje rood en een beetje warm volgens me. Ga kijken. Hey, Tim Krul, ook wel leuk weer nemen spelen, maar ook niet hoger dan 23, want IE wil maar even niet hoger zijn dan dag land waar die van je eigen land maken. Wayne Rooney. Mensen,
En wie hebben we? Weer Manchester United gegeven of Manchester United team. Ik geef dat ook misschien Manchester United team gemaakt. En dan zit ik samen, want mijn broertje is wel van de club. En mijn favoriete club. Maar nu heb ik gewoon twee spelers. Een invoer, 80 meter en een boemie, gewoon 86. Ik ben echt ik ben heel mooi. Ik ben helemaal blij, mensen. Ik ben echt heel blij. Ik dacht van, twee laatste kaartjes krijg ik ook nog een boemie uit. Ik ben echt geweldig dit. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vond je deze pack ook nog leuk? En ik heb ook twee goede dingen gegeven. Vond je deze pack ook nog leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. En ik heb nog geld over, maar dat maakt niet uit, want het gaat dan voor je. Anders dan is het nog meer voor je gaan, dan doe ik het lang. En dan, ik hou gewoon over. Dan ga ik misschien een keer dingen kopen van packs. Kan ik er ook van kopen van als ik voor de online divisie. En ik kan misschien nog een keer een kleine pack over van 200k doen. Dus ja, dus ik hou het nog even over. Ik heb het nog lang genoeg gedaan. Ik had niet al mijn geld weggespeeld. Dus ik dank jullie voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Ik heb twee. Abonneer voor meer video's. Abonneer gewoon om al mijn video's te zien. Om te zien wanneer een nieuwe video komt. En dan zeg ik tot later. Hey, hier ook zo gewoon even achter. Heb je ook hier Granny? Kijk wat ik met Berk heb gedaan. Heb je opgesloten? Oh. Wacht even. Ja. Mag ik zien? Ik heb het heel ver gedaan.